En ik hoop ook dat velen van jullie nog naar de Dam gaan. Want het is wel belangrijk. En in alle eerlijkheid sta ik hier toch ook met een dubbel gevoel. Want het is oorlog in Europa. En de rechtsorde staat onder druk. En zelfs in ons parlement zijn er allerlei extreemrechtse pannenkoeken die onze rechtsorde onder druk zetten. En tegelijkertijd staan we aan de vooravond van de verkiezingen. Toch het feest van de democratie. En ik persoonlijk hou wel van campagne voeren. Dus dat maakt het dubbel. Maar waar wij barbarij en onmenselijkheid alleen maar kunnen beantwoorden met barmhartigheid en liefde, door mensen op te vangen, kunnen we aanvallen op onze democratie, of ze nou ver weg zijn of dicht bij ons, alleen maar beantwoorden met het versterken van de democratie. En dat betekent dat ik jullie allemaal vraag om de komende dagen, en ik weet dat jullie allemaal al heel veel doen, nog harder je best te doen. Nog harder campagne te voeren. Want we krijgen dan misschien niet altijd gelijk, maar we hebben het wel. Want juist nu zie je hoe noodzakelijk een rechtvaardige energietransitie is. Juist nu zie je dat we sneller om moeten schakelen. En juist nu zoveel mensen moeite hebben om rond te komen. Maar dat was niet alleen door de stijgende energieprijzen of de inflatie. De bijstand bijvoorbeeld, waar gewoon op bezuinigd wordt de komende jaren, was al te laag om van rond te komen. En daarom hebben we juist GroenLinks oplossingen nodig, zoals bijvoorbeeld mijn collega Esma Lala in Tilburg laat zien. Of Linda Voortman in Utrecht. En naast klimaatverandering en ongelijkheid, waar we ons denk ik allemaal zorgen om maken, waar bijvoorbeeld de Tweede Kamerfractie, waar het gaat om vermogensbelasting, keihard aan werkt. Ik moest ook even nadenken met die boksen. Maar er zit natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Maar naast klimaatverandering en ongelijkheid is er wat mij betreft nog één onderwerp waar wij niet alleen gelijk hebben, maar het uiteindelijk ook zullen krijgen. En dat is dat wij de partij zijn die geloven in de verbondenheid van iedereen. Die geen onderscheid maken over waar je vandaan komt, wat je voorkeur, wat dan ook is. En in de toenemende polarisatie kunnen wij alleen maar blijven streven naar verbondenheid. En ik geloof dat dat ook onze opdracht is. Ook al zakt dat misschien wat weg in deze tijden van oorlog. Juist nu moeten we niet alleen binnen een vereniging als de onze elkaar af en toe vasthouden en aardig voor elkaar zijn. Maar juist nu moeten we onbeschaafdheid en barbarisme in ons parlement en onze stad beantwoorden. Met vriendelijkheid en verbondenheid. En ik wens jullie dat toe. En ik zie jullie allemaal in de Melkweg. We gaan nog een paar dagen knallen. Maar dan wordt het ongetwijfeld een fantastische avond. Dank jullie wel. APPLAUS.